Maar Astrid, ontzettend leuk dat je in de studio bent. Er zijn al aardig wat vragen binnengekomen. Ik denk dat de eerste vraag die wij allemaal gewoon willen weten is... Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met Heemstede? Het is toch een best bizarre tijd geweest. Ja, het is een hele rare tijd. En het zou niet zeggen nieuwe normaal, maar het tijdelijke abnormaal. Dat was het voor mij natuurlijk ook. Ja. Veel vanuit huis werken, heel druk. En in Heemstede gaat het gelukkig sinds ongeveer half april. Daarvoor was het best zwaar. Maar sinds half april is het gelukkig een stuk beter als het gaat om besmettingen en al dat soort zaken. Dus ik ben heel trots op mijn eigen inwoners. Ja, en voordat het. Je zegt. Laat ik gelijk een vraag stellen. Want een van jouw inwoners die zegt: Daniel de Winter, hoe heeft u persoonlijk de coronacrisis ervaren? Hij zegt: ik vond de lockdown bijzonder zwaar omdat ik mijn ouders niet kon bezoeken. Ja, dat gold voor mij idem dito. Mijn moeder leeft nog. Die zit in een verzorgingstehuis. En haar mocht ik alleen door het raam zwaaien. Ja. En ze woont ook nog enigszins op afstand. En dan is het toch door het raam heen moeilijk contact te krijgen. Je kunt elkaar niet even vasthouden. Normaliter wat je nodig hebt om toch even wat contact te krijgen. Dus dat heb ik ook als heel zwaar ervaren. En gewoon ontzettend gezellig dingen doen met je buren, met je vrienden. Ja, dat is er natuurlijk ook niet bij geweest de afgelopen maanden. Nee, ja, want je merkte dat mensen wel heel creatief daarmee omgingen. Ik geloof dat het voor heel veel wijken, regio's, gemeentes en plaatsen... dat men op een bepaalde manier heel creatief en heel ook een bepaald saamhorigheidsgevoel had. Geldt dat ook voor Heemstede? Ja, zeker. Er zijn ontzettend veel initiatieven geweest om boodschappen voor elkaar te doen. Er is een project in Heemstede waarbij ondernemers uit de winkelstraat allerlei lekkere dingetjes bij elkaar verzamelen. En er één iemand is die opgestaan is en de smaak van Heemstede heeft opgericht. Dus je kunt elke week kun je een heerlijke doos met lekkernijen bestellen. Er is ook bij mij in de wijk is er een wekelijkse disco geweest vanaf het balkon. Met als voorwaarde dat je wel op je eigen oprit bleef. Maar dan had je toch een beetje in de wijk het gevoel dat je elkaar ontmoette. Ja, dus... dat lijkt me voor jou als burgemeester ook wel heel fijn om te zien. Ja. Dat mensen toch het beste ervan weten te maken. Juist Heemstede is best hard getroffen door het coronavirus. Ja, dat klopt. En dit soort initiatieven zijn natuurlijk fantastisch mooi. Ook een pianist en een zanger die samen voor een woongroep op straat gespeeld hebben. Met de bewoners van de woongroep allemaal keurig op 1,5 meter. Ja, het geeft gewoon blijk van betrokkenheid met elkaar. En dat geeft mij als burgemeester alleen een heel warm gevoel. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ik zeg nog even erbij dat iedereen kan bellen als je wil naar 023-531-6161. Of stel je vraag in de reacties op haarlem105.nl /forward live chat. Of via onze Facebookpagina of Instagram. Pagina. Dat kan allemaal als je de burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis, een vraag wil stellen. Ik heb nog een heleboel vragen. Bijvoorbeeld... welke? Ja, nou, laten we nog even terugblijven over tijdens de coronacrisis. Peter vraagt, hoe zit het met de steun aan alle ondernemers in Heemstede? Want die hebben het heel zwaar. Ja, dat klopt. En er zijn natuurlijk een paar landelijke regels gekomen daarvoor, voor die ondersteuning. En wij hebben in Heemstede echt in iets van een lang weekend of zo, hebben wij het loket ingericht om die ondersteuning te kunnen bieden. Dus die was er al heel snel. We hebben de eerste dag meteen 150 mensen gehad, ondernemers gehad, die daar vragen over hadden. We hebben voorschotten betaald vooraf. Dus die regeling hebben we echt heel snel opgepakt. En sinds 1 juni is er natuurlijk TOZO 2 als regeling... waar je als ondernemer een beroep op kan doen. Desalniettemin, weet je, als je als horecaondernemer... je terras op 1,5 meter moet doen, dan wordt het lastig. Dus we hebben ook met horecaondernemers gesproken over terrasverruiming... zodat er buiten wat meer weer is. Dan moet het weer meer ruimte is, moet het weer natuurlijk wel een beetje meewerken...
Maar er zijn natuurlijk nog steeds sectoren die best hard getroffen zijn door corona. Je moet natuurlijk vooral oproepen, en dat hebben we als gemeente ook gedaan, om je lokale ondernemers te blijven steunen. Ja. En dus lokaal ook te kopen. Ja. En dat hebben Heemstedenaren ook massaal gedaan. Ja, inderdaad, want ook in Heemstede was het koop lokaal. Nou ja, je gaf net al een heel mooi initiatief. En ook wat je zegt, Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem, zei dat in de live chat een paar weken geleden ook. Dat zij veel flexibeler zijn geworden inderdaad met de terrasjes en zet je stoel. He, zet een tafeltje neer als de buren het goed vinden. Precies. Dat is dan fijn om te horen dat ook Heemstede jullie ook exact zeggen van dat kan gewoon nu even. Ja. Blijft dat het voor de kermisklanten tot nu toe natuurlijk heel moeilijk is geweest. Ook daar hebben we met degene die zich bij ons gemeld hebben ook even gekeken of daar iets kon. Dus bij ons bekende kermisklant staat in ieder geval nu met oliebollenkraam op de binnenweg. Oh. Maar ja, evenementen mochten niet. En dus mocht de kermis niet. Dat mag natuurlijk per 1 juli wel. Dus wij kijken ook voor evenementenorganisatoren van andere aard. Hè. De Bosfair bij ons in Heemstede. Maar ook Eats & Beats hebben wij in Heemstede. Dat is een klein festivalletje. Ja, ik neem aan dat die aanvragen voor evenementen nu gaan komen. Ja. En dat daar een coronaproef draaiboek bij zit. Van hoe denken we die coronaregels dan vorm te geven. En dan proberen we zo snel mogelijk ook over die vergunning te oordelen. Want hoe gaat dat? Jullie hebben een hele drukke winkelstraat waar heel veel mensen, zowel van Heemstede als nou ja, eigenlijk de omliggende gemeentes, graag naartoe gaan om hun boodschappen te doen. Hoe verloopt dat met die 1,5 meter en de looprichtingen? Hoe gaat dat? Nou, we hebben gezegd, we nemen maatregelen als we merken dat het nodig is. In het begin bleek dat gewoon niet nodig om te doen. Het wordt wel nu wat drukker op de binnenweg. En een paar delen daarvan is de stoep ook best wel een beetje smal. Dus dat blijven we in de gaten houden. En als het nodig is om daar looproutes, richtingen aan te geven, dan zullen we dat ook doen. Blijft dat het natuurlijk primair een verantwoordelijkheid is van de combinatie ondernemers en winkelend publiek om elkaar de ruimte te geven. Ja. Want alleen dan hebben wij maximale vrijheid met elkaar. Ja, want tot nu toe, het lijkt, ik vind dat mensen heel veel rekening met elkaar houden. Ja. En ook, ook juist op dat punt. Ja, klopt. Zei je dat er nog steeds mensen, en die zie je juist niet op de winkelstraat, mensen die wat aarzelend zijn om toch naar buiten te gaan, omdat ze vinden dat het een beetje te druk is. Ja, dan moet je wat rustige dagen van de week proberen te kiezen. Maar ik ben laatst ook op stap geweest met een inwoonster van Heemstede die echt die aarzeling had. En ben ik samen met haar de binnenweg op en af gegaan. Ook oliebollen gehaald bij die oliebollenkraan. En ze meldde mij vorige week dat ze het lef had gehad om alleen te gaan. Dus ik vind dat mooi. Dus zoek elkaar op, help elkaar ook even om over die drempel heen. Ja, want dat is het precies wat je zegt. Het is een drempel en toch ook de angst. Het onderwijs moest natuurlijk ook heel creatief zijn. Met betrekking tot lesgeven en online. Hoe vind jij dat is verlopen? En wat is de feedback die jullie hebben gekregen van zowel het onderwijs als van ouders en kinderen? Nou, wij hebben enorm goed samen kunnen werken met de scholen. We zagen dat de scholen heel goed eigen verantwoordelijkheid namen. Maar we hebben daar als gemeente ook maximaal in meegedacht om dat vorm te geven. Bijvoorbeeld waren er een aantal kinderen die niet over een laptop beschikten. Ja. Dat moet je toch wel hebben als je digitaal onderwijs geeft. Dus daar hebben wij ook iets in kunnen betekenen. Er was een aarzeling aan de kant van de leerkrachten. Van de kinderen mogen wel dicht bij elkaar, maar ze moeten afstand tot ons houden. Hoe voel ik mij daarbij? Nou, daar is ook ruimte gebleken, ook binnen schoolbesturen, om daar wat aan te wennen. Je merkte bij kinderen al heel snel dat ze hun vriendjes gewoon misten en het spelen op het schoolplein. Dus dat digitaal onderwijs aan zich in de tijd dat het niet mocht, hebben ze echt gemist. Zelfs mijn pubers, ik heb 2 pubers zelf, die hebben school gemist, het fysieke school gemist. Maar wat je ook merkt is dat je sommige dingen misschien wel via dat kanaal kan doen. En dat je daardoor misschien ook iets meer onderwijsdifferentiatie kan doen van kinderen die wat meer uitleg nodig hebben. Kinderen die wat minder uitleg nodig hebben. Dus ik hoop ten dele dat digitale onderwijs wel een plekje krijgt in de toekomst. Denk je ook dat heel veel ouders bewust zijn geworden van wat het eigenlijk
wat een zware taak het zijn van een docent is. Nou, ik denk dat dat zeker zo is voor die ouders die met basisschoolkinderen thuis moesten werken. En dan ondertussen soms ook hun eigen kinderen moesten begeleiden op school. Ja. Ik heb die categorie ouders zeker niet benijd de afgelopen maanden. Want die hebben het ontzettend druk en moeilijk gehad, ja. Denk ik. Dus ik denk dat daar wel meer inzicht en meer waardering voor is. En jij hebt geen kinderen in de eindexamenklasse die geen eindexamen hoefden te doen? Nee, allebei volgend jaar, niet dit jaar. Okay, dus ze hebben geen coronadiploma. Nee, inderdaad. Dan is er een hele leuke vraag binnengekomen, vond ik, van Robbie. Die vraagt, wat is jouw favoriete plek in Heemstede? Oh jeetje. Ja, dat vind ik. Ik kan ze moeilijk kiezen. Ik vind het heerlijk om in het Groenendaalse bos te lopen. Ik vind het heerlijk om aan de rand van de ringvaart, zo bij het oude slot in mijn rug, daar te staan. Dat is natuurlijk een hele authentieke geschiedenisplek. Ik sta soms op plekken waar ik zie, hier is nog ontzettend veel potentie, hier moeten we nog wat. Ja. Maar dat inspireert mij, dus dat vind ik dan ook een mooie plek. De Binnenweg blijft een unieke winkelstraat, vind ik. Ja. Dus ja, heel veel. En niet vergeten, een vergeten deel van Heemstede, waar ik zelf persoonlijk misschien bij voorkeur zou wonen zelfs, is de Glip. Dus het zuidelijk deel van Heemstede. Daar mocht ik even geleden, werd ik daar rondgeleid door een aantal bewoners. Ja, ik vind dat ook een prachtwijk. Dus ja, eigenlijk alles. Ja. Overal. Nou, dat is in ieder geval goed veel antwoorden op één vraag. Dan nog heel even terug naar. Er wordt een vraag gesteld over hoeveel mensen er uiteindelijk in Heemstede zijn overleden aan het gevolg van het coronavirus. Daar wilde ik zelf, als het kan, een vraag aan vooraf laten gaan. Het zorgcentrum Kennemerduin is natuurlijk heel hard geraakt door het coronavirus. Klopt. Van de 87 bewoners zijn er, als ik het goed heb, 24 overleden. Hoe gaat het nu met het zorgcentrum en met de overgebleven bewoners, maar ook met het zorgpersoneel daar? Dat moet een klap zijn geweest. Ja, ik heb in die periode heel intensief contact gehad met Kennemerduin. En dat was voor hen, zij vonden het fijn dat ik natuurlijk interesse had. Maar ik heb vooral geprobeerd hen een hart onder de riem te steken. Van ondanks deze situatie, wat geweldig dat jullie dat doen. De manier waarop jullie het doen. Het zijn natuurlijk allemaal heel kwetsbare mensen die daar wonen. En dat virus is Kennemerduin ingekomen in de tijd dat medewerkers daar nog geen voorzieningen hadden. Geen mondkapjes, geen handschoenen en dergelijke. Ja, en als dat virus dan eenmaal in zo'n huis is, dan zie je hoe het huis houdt. En dat was op meerdere plekken in Nederland het geval. Dus ik heb nauw contact met ze gehouden. Ik ben echt trots op hoe ze hiermee omgegaan zijn. En ook hun eigen medewerkers ondersteund hebben. Want dat is ook heel zwaar geweest. En uiteindelijk ook een rem gezet hebben op het proces. Hè. Het waren wel 24 overledenen. Maar sinds halverwege april zijn er geen overledenen meer. Daar niet en in de rest van Heemstede niet. Dus dat is wel heel fijn. Maar het blijft heftig. Ook petje af voor de manier waarop ze contact hebben gehouden met de families. Want voor hen was het natuurlijk ook een hele bizarre manier van afscheid nemen van hun geliefden. En dat hakt er nog eens een keer extra in. Ja. Dus op dit moment gaat het goed en ik ben ontzettend trots op ze. En we gaan samen ook een bijzondere bijeenkomst organiseren in augustus. Om even stil te staan bij alle overledenen in Heemstede. Inclusief die van Kennemerduin. Oké, het is een heel mooi initiatief. En ik denk ook dat iedereen daar dan heel blij mee zal zijn. Dat ze op een bepaalde manier daar toch nog even bij stil kunnen staan. Even kijken, ik heb zin in een gezellige vraag. Nou ja, gezellig. Een bezorgde moeder vraagt, de winkelstraat in Heemstede is ideaal, maar de auto's rijden zo hard. Er is veel ruimte voor auto's en er zijn toch heel veel kinderen, veel jonge ouders. Dat geeft vaak bijna ongelukken, ook met het in- en uitparkeren.
Wat is jullie... Wat is jouw visie daarop? Ja, het is een herkenbaar beeld. En er zijn zeg maar zo'n 40% van de bezoekers van de binnenweg komen van buiten Heemstede en de rest van in Heemstede. Het leeft, deze discussie. Zowel de veiligheid als het al dan niet kunnen parkeren op de binnenweg. Iets waar de ondernemers natuurlijk heel erg aan hechten uit serviceverlening. Dat snap ik ook heel goed. Maar het blijft natuurlijk een combinatie van veel publiek en auto's. De binnenweg is ingericht als auto-te-gastgebied. Dat is iets waar ik van denk als ik soms op de binnenweg loop en het autoverkeer zie. Waar we misschien wat meer aandacht aan moeten besteden. Er staan op zich genoeg borden. Maar als je daar een paar keer per week komt of één keer in de week komt. Dan vergeet je misschien naar die borden te kijken. Auto-te-gast betekent de voetganger en de fietser... moet je alle ruimte geven. Ja. Dus de auto's moet eigenlijk het minst rekening mee worden gehouden. De auto's zelf moeten dus, de automobilisten moeten... juist heel erg rekening houden met de omgeving. En het zou kunnen helpen om daar nog even wat extra aandacht aan te besteden... zodat dat besef iets meer indaalt. En waar denk jij dan aan mogelijke oplossingen? Nou, ik denk dat het kan helpen om bijvoorbeeld een keer een banier aan het begin van de binnenweg te hangen. Zodat het nog eens extra benadrukt wordt. Maar alles wat langdurig hangt, dus ook borden, die filteren wij op een gegeven moment in ons brein uit. Die zien we niet meer, omdat we die dagelijks zien of een paar keer per week zien. Dus je zult het toch moeten hebben van incidentele dingen die even dan opvallen. Waardoor mensen weer herinnerd worden aan hoe het zit verkeerstechnisch. Op zich is het de binnenweg als zodanig wel ingericht als een auto-te-gast gebied. Omdat je ziet dat er geen verschil is tussen de straat, de parkeervakken en het loopgebied. Maar dat straalt kennelijk onvoldoende uit om die boodschap zeg maar impliciet mee te geven. Dus het lijkt me goed om daar nog wat meer aandacht aan te besteden... met acties tussendoor om die bewustwording te versterken. En een optie om minder parkeergelegenheid aan te bieden... dat is voor nu nog niet in vragen. Nou, dat is natuurlijk een discussie die we met elkaar moeten voeren. Want het lijkt heel makkelijk. Maar de ondernemers hechten natuurlijk heel erg aan, en begrijpelijk ook... Ja. Dat hun cliëntel makkelijk daar kan komen en ook hun boodschappen mee kunnen nemen. Op het moment dat je vakken weghaalt, krijg je druk op de wijken daarnaast. Want dan komen misschien mensen toch nog met de auto, maar dan gaan ze in de wijk parkeren. Nou, dan ontstaat daar parkeerdruk. Als die druk heel erg oploopt, moet je daar denken aan een vergunningsstelsel. Weet je. Dus dan vergroot je het probleem weer. Ja. Dus bij voorkeur zou ik inwoners willen oproepen... kan je met de fiets? Doe dat dan ook. En geef ook ruimte aan de voetganger en de fietser... die daar echt de baas zou moeten zijn in dat gebied. Ja, dankjewel. Nou, dat is heel duidelijk. En ook fijn om te horen, denk ik, voor inderdaad moeders en kinderen... dat jullie daar ook heel erg bewust van zijn. Dan nog eventjes, mocht je vragen hebben... dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via haarlem105.nl/forward live chat. Het kan via Instagram. En je kan ons ook bellen, mocht je dat leuk vinden. En dan kan je direct zelf je vraag aan de burgemeester vragen... op 023-531-6166. Eén. Dan, niet helemaal Heemstede, maar langzaamaan gaan theaters gaan ook weer open. Ik kan me voorstellen dat jij daar ook wel naar uitkijkt. Zeker. Ik moet even tellen, maar ik denk dat ik 4 gecancelde voorstellingen heb de afgelopen maanden. Waaronder Soldaat van Oranje, waar ik heel graag naartoe had gewild. Maar ook Brigitte Kaandorp. Ja. Heerlijk om naar het theater te gaan, naar het bioscoop te kunnen. Dus daar kijk ik inderdaad wel naar uit om dat weer te doen. Ja, en dat is ook weer, dat geeft mensen ook weer na zoveel binnenzitten. En zeker inderdaad ook als je kinderen hebt. Nou, dat zou jij hebt dan kinderen, maar je zal natuurlijk ook in zo'n kindrijke gemeente als Heemstede. Ja, dan merk je natuurlijk dat mensen weer naar buiten willen en dat, nou ja. Volgens mij zijn de moestuintjes, de gamma's en alles liep storm. Ja. Ik weet niet, heb jij nog een hobby daaraan overgehouden?
Nou ja, geen hobby eraan overgehouden. Maar ik heb wel bijzondere dingen met mijn kinderen gedaan. Nu zowel zij als ik thuis waren overdag. Dus wij hebben samen een deur voor mijn zwager gerestaureerd. Helemaal afgekrapt, afgeschuurd, in de lak gezet. Nou, dat was de eerste keer dat zij dat deden. En ik vond het heel leuk om dat samen te kunnen doen. We hebben de bankjes van de boot opnieuw in de lak gezet. Dus we zijn wel een beetje aan de klus geweest. Maar geen nieuwe hobby's gestart. Maar ik mis... We hadden dit jaar 75 jaar vrijheid moeten vieren met elkaar. We hadden dit jaar het Adriaan Pauwjaar. Ja. Met allerlei festiviteiten waar een deel gelukkig van doorgegaan is. Maar een deel ook niet. Veteranendag is niet doorgegaan. Dus ik heb met een aantal activiteiten heb ik gezegd... we doen 75 jaar plus 1. Ja. Adriaan Pauw 400 jaar plus 1. Want we gaan het natuurlijk volgend jaar voor een deel weer oppakken. Ja. En ik ben heel blij met de hulp die Adriaan Pauw zelf in eigen persoon heeft geleverd... om de 1,5 meter onder de aandacht te brengen op de binnenweg. Ja. Ik heb hem mogen ontvangen op de markt. En hij is de hele binnenweg overgegaan om dat even onder de aandacht te brengen. Maar ja, die uitkleppen van sport, van cultuur... Dat missen we natuurlijk zeker in deze tijd. En ik ben blij dat het nu weer een beetje kan. Ja, want nu mag sportscholen mogen inmiddels weer open. Sportclubs mogen weer open. Kinderen kunnen weer voetballen en tennissen. Dus dat geeft natuurlijk ook ruimte. Ja. Want daar was ik... Een aantal weken geleden hadden we was zowel in het nieuws als een interview op de radio. Veilig Thuis heeft tijdens de coronaperiode zich zorgen gemaakt over de toename van huiselijk geweld. Als gevolg van de quarantaine. Mensen die klein wonen, iedereen die vaker thuis was, toch financiële onzekerheden of ja, überhaupt onzekerheden. Hebben jullie contact gehad met instanties in Heemstede ten tijde van corona? En naderhand wat betreft eventuele toename of... Nou ja, de maatregelen zijn natuurlijk nu zo versoepeld... Dat je daar nu zicht op zou moeten krijgen. Ook de kinderen die naar school gaan... daar komen soms signalen van vandaan voor veilig thuis, voor huiselijk geweld. Maar de gevreesde stijging blijft eigenlijk uit. Ja. Wat ik wel hoorde, en nou, dat vind ik dan wel weer goed nieuws... De relatiebemiddelaars hebben het drukker dan voorheen... Dus misschien is dat juist een mooie aanleiding geweest, die coronatijd, om met z'n tweeën hulp te zoeken. In plaats van dat het helemaal geëscaleerd is. Dat zou mijn hoop zijn natuurlijk. Ja. Maar de cijfers zijn niet gestegen. Dus op dit moment blijft de gevreesde stijging gewoon uit. Oké, dat lijkt mij heel fijn. Ook omdat mensen, ja, zij waren daar heel onzeker over wat dat... En dat zeiden ze, dat weten we pas na corona als kinderen weer naar school gaan. Precies. Dus dan is dit een hele fijne constatering. Ja. Daarentegen noemde hij ook financiële consequenties. Ja, dat hebben we natuurlijk niet helemaal in het snotje. Nee. We hebben natuurlijk wel een groep in beeld die ondernemers die een appel hebben gedaan op de TOZO-uitkering. We hebben ook een beeld van een stijging van de hoeveelheid bijstandsaanvragen. Maar dan heb je nog geen zicht over hoe fundamenteel is dat, hoe groot wordt dat. Want heeft een voedselbank, zijn er bijvoorbeeld meer mensen die nu aanvragen doen voor de voedselbank? Volgens mij valt dat nog mee, maar dat houdt met een goede daarover. Maar je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat als mensen hun baan verliezen, als er bedrijven omvallen, hoeveel het faillissementen nemen toe, dat er toch meer mensen in de financiële problemen komen. Ja. En ik denk dat dat een van de dingen is die we echt goed in de gaten moeten houden. En misschien dat er digitale creatieve mogelijkheden zijn om veel eerder te kunnen signaleren, zodat we veel eerder kunnen helpen. Ja. We krijgen net een telefoontje en de vraag is gesteld. Dus die leg ik nu voor aan jou. Beatrice die wil heel graag weten of het gemeentehuis nu weer volledig functioneert. Zelf ontvangt ze al maanden geen bevestiging van bijvoorbeeld haar bezwaar. Ze is benieuwd wat er eerder komt. Reactie op bezwaar? Of een nieuwe uitbraak. Ja. Maar functioneert het gemeentehuis weer? Nou ja, het blijft natuurlijk lastig. Vanaf het moment dat de oproep was, werk zoveel mogelijk thuis... Hebben ook gemeenteambtenaren zoveel mogelijk thuis gewerkt. En dat pakt natuurlijk per domein binnen het gemeentehuis ook anders uit... hoe makkelijk of hoe moeilijk dat is.
Dus wij hebben echt ons uiterste best gedaan om de dienstverlening op maximale hoogte te houden. Dat is in het geval van Beatrice kennelijk niet helemaal gelukt. Ja. Kennelijk heeft het te maken met een bezwaar met betrekking tot een belastingaanslag. Dat kan ik, kan ik niet beoordelen. Als die aanvraag of dat bezwaar is ingediend, dan is hij wel degelijk in behandeling, ga ik vanuit. Maar dan is misschien net de bevestiging even ertussendoor geglipt. Maar het gemeentehuis, wij kunnen vanuit thuis. In die zin hadden wij het voor corona goed geregeld. Alle medewerkers konden vanuit thuis gewoon inloggen op de gemeentelijke systemen. Dus als je niet te veel kinderen om je heen hebt en je hebt een rustige plek om te werken, dan kon zoveel mogelijk dienstverlening wel doorlopen. Ja. Wat je nu ziet is dat wij natuurlijk nu, we hadden al de balies opengehouden op het gemeentehuis, zij het op afspraak, zodat je niet te veel mensen in het gemeentehuis rond hebt lopen. En dat gaat nu iets verder uitbreiden, zodat er ook paspoorten weer wat ruimer aangevraagd kunnen worden. Oké, dat lijkt mij een mooi antwoord voor Beatrice. Even kijken of er nu nog wat nieuws... Ja, de markt in Heemstede. Er wordt een vraag gesteld of dat goed functioneert met die 1,5 meter. Wat jouw visie daarop is. Deze mevrouw twijfelde. De markt is 1 week in april, als ik me goed herinner, dicht geweest, omdat het niet goed ging. Toen hebben we, vanaf dat moment hebben we echt een heel leuk contact met de marktcommissie. Dat is de vertegenwoordigers van alle marktkooplieden, die echt gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor die 1,5 meter. Hebben we ook de markt anders ingericht. Dus dat betekent dat normaliter hebben we 2 rijen tegenover elkaar. En nu hebben we eigenlijk 1 rij en op een paar plekken stands tegenover elkaar. Daar waar het rustige marktkooplieden zijn, zeg maar. Ja. Wel een paar bezoekers, maar niet te veel. En we hebben de plantenmarkt inmiddels voor het gemeentehuis. Dat is ontzettend gezellig. Ja. Er zijn hele weken waar het hartstikke goed gaat. En dan heb je een week waar het net iets mooier weer is. Dat er nog meer mensen naar de markt gaan. En dan is het inderdaad wat drukker. Maar er is wel ruimte. Je kunt ook... we hebben ruimte gecreëerd door slechts aan 1 kant van die stands te hebben. Dus meestal gaat het goed. Ja, en wat... hoe is de communicatie geweest met de andere burgemeesters? Want uiteindelijk, het overkomt iedereen. Het is een kwestie van uitproberen. Want je weet niet hoe dingen moeten. Je weet niet wat er gebeurt, zeker in het begin. Hoe was de communicatie met de andere burgemeesters van bijvoorbeeld Bloemendaal of Zandvoort, Haarlem natuurlijk? Nou ja, dit is natuurlijk wel een crisis die geleid werd door de Rijksoverheid. Hè? Ja. Het was een pandemie, het was een landelijke pandemie, of het is nog steeds een landelijke pandemie. En dus kwamen de instructies en de kaders kwamen gewoon van de Rijksoverheid. Dan komt de veiligheidsregio en natuurlijk de GGD, een hele belangrijke actor in deze, komt in beeld. En vanaf zo'n eind februari hebben wij als burgemeesters wekelijks met elkaar vergaderd. Dan kwamen wekelijks vaak nieuwe berichten, nieuwe inzichten, soms dilemma's vanuit de gemeentes die we met elkaar deelden. Om te zorgen dat we ook 1 lijn met elkaar bespraken van zo gaan we er met elkaar mee om. Dus dat was een wekelijks overleg. En dan de voorzitter van de veiligheidsregio, dat is de burgemeester van de Haarlemmermeer. Ja. Die gaat dan met de andere 24 voorzitters overleggen met de minister in Den Haag. En daar krijgen wij dan ook weer terugkoppeling van. Ja. Dus we hebben elkaar echt wekelijks gesproken. En soms zijn er wat onderwerpen die eruit gelicht worden. Denk aan het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Ja. Daar hebben wij als Heemstede van gezegd, daar willen wij graag bij zijn. Want als daar maatregelen worden getroffen om de toestroom naar het strand te verminderen, dan is het handiger om dat op de krukjes weg te doen. Want anders rijden ze eerst helemaal door Heemstede. Ja. Worden ze daar tegengehouden, moeten ze helemaal weer door Heemstede terug. Dus sommige van dat soort thema's pakken we dan even met een paar gemeenten op. Samen natuurlijk nog steeds met de voorzitter van de veiligheidsregio. Want eigenlijk heeft zij de noodverordening uitgevaardigd.
En zijn wij gewoon bezig te zorgen dat die op een goede manier vorm krijgt. Want in hoeverre jullie hebben voor al dat strandtoerisme, want dat zal er toch wel veel meer gaan komen, dan ga je langs Heemstede, hè? Of ook echt veel door. Ook echt helemaal er doorheen. Ja. Heemsteedse Dreef, Spanjaardslaan en dan de Ringweg op. Of Zandvoortslaan, Langkorslaan en dan rechtstreeks Zandvoort in. Dus dat gaat allemaal door Heemstede. Dat is natuurlijk een van de problemen ook van de regio. Ja. Dat we best een goede oostelijke ringweg hebben en westelijke ring. Maar deze twee zijn eigenlijk niet zo goed geregeld. Ja. Dus het gaat allemaal door Heemstede heen. En dus ook door Haarlem. Ja, en maak jij je daar zorgen voor? Want heel veel Nederlanders gaan niet op vakantie. Heel veel Duitsers is nu toch bekend dat die toch hebben besloten, het is echt wel heel gezellig aan de Nederlandse kust. Dus er zullen meer toeristen of Nederlanders kiezen voor een dagje Zandvoort. Klopt. Maken jullie als Heemstede, maken jullie dan zorgen over een enorme drukte? Nou ja, zorgen. Ik denk dat je gewoon in scenario denkend moet kijken waar ligt ongeveer de grens? En wat doe je dan als die grens wordt overschreden? Welke maatregelen tref je dan? Welke middelen gebruik je? Gebruik je dan Twitter en Facebook om meldingen te maken van kom hier niet naartoe? Doe je alvast een waarschuwend bord op de Krukjes weg, zodat ze niet heen en terug door Heemstede rijden, omdat ze niet door mochten rijden naar het strand? Ja. Dus daar moet je met elkaar echt vorm aan geven. En blijft dat je moet blijven oproepen, vermijd nou die drukte, houd die anderhalve meter. Ja. En dat blijft lastig, dat moet je blijven herhalen. Ja. Tegelijkertijd snap ik ook, ik merk dat bij mezelf ook, heel veel thuis gezeten. Ik had Colombia in de planning staan voor deze zomer. Dat komt natuurlijk helemaal niks van. Nee. Dus ik snap ook dat mensen vertier gaan zoeken. En andere plek, een andere omgeving zoeken. Om een, op zijn minst een dagje uit te gaan. Dus ik hoop dat er, want die was in de ontwikkeling. Dat er digitale middelen zullen komen. Waar je gewoon kan zeggen, ik wil naar Zandvoort. En dat Zandvoort dan op in beeld verschijnt als rood. Moet je niet naartoe, is te druk. Want anders gaan mensen er eerst naartoe. Merken ze dat het te druk is en dat ze er niet kunnen komen. En rijden dan weer terug. Ja. Terwijl, er zijn andere plekken. Het strand van IJmuiden is minder druk. Ja. Het strand van Wijk aan Zee is minder druk. Dus dit speelt ook wel echt heel erg in Zandvoort en Bloemendaal. Is het ook niet een idee om inderdaad juist meer de minder bekende, net zulke mooie recreatieplekken wat meer onder de aandacht te brengen? Zeker. Dus daarom noemde ik al Wijk aan Zee en IJmuiden. En de Bollenstreek heeft natuurlijk ook een aantal hele mooie stranden. Er zijn ook kunstmatige stranden rondom plassen, veel in Brabant te vinden. Dus ik hoop dat mensen ook echt dat soort plekken opzoeken, omdat ze in hun hoofd hebben, vermijd drukte. Ja. Waar is drukte? Daar ga ik dus niet naartoe. Ik ben op zoek naar een uniek plekje. Volgens mij zijn Nederlanders toch al een beetje genegen om unieke plekjes te zoeken. Nou, dit is een mooie prijsvraag voor de komende zomer. Wat is het uniekste, minst drukke plekje van Nederland? Ja, en dan liefst zo ver mogelijk van het strand van Zandvoort vandaan, zodat er meer spreiding is. Ja. Er komt een vraag binnen van Diederik van Zwieten. Heeft u, u vertelde al over dat u niet bij uw moeder op bezoek kon. Heeft u buiten dat nog persoonlijk met corona te maken gehad? Nee, gelukkig. Mijn gezin heeft niet te maken gehad met een besmetting. Ook mijn vriendenkring en mijn zus en haar gezin niet. Mijn moeder in die zin een beetje wel. Want zij woont in een woongroep met 6 andere bewoners. 4 daarvan zijn overleden aan corona. De 5e was besmet, maar niet overleden. Alleen mijn moeder is niet ziek geworden en dus ook niet overleden. Dus dat was wel even je hart vasthouden. Ik wil zeggen, wat zou je bezorgd zijn geweest als je inderdaad... Jeetje. En dan ondertussen wel gewoon ook nog de werkdruk. Ja. 2 pubers thuis. Ja. En daar niet zo heel vaak naartoe kunnen. Nee. En mijn zusje zit daar gelukkig wel in de buurt. Maar dat is wel een hele spannende situatie. Ook wetende wat er in Kennemerduin gebeurde. Ja, daarom. Dat lijkt me dus heel... Ik heb mijn hart vastgehouden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nu, je zei net ook al dat sommige mensen nog steeds toch wel angstig zijn. En ja, dat is ook niet gek. Er is nog geen vaccin. Nee. Men houdt toch rekening dat het nog een keer kan voorkomen en dan zeker als het weer wat afneemt. Hou jij daar ook rekening mee en houdt de gemeente daar ook rekening mee?
Ja, natuurlijk. Je moet er gewoon rekening mee houden. Want je moet. De kans bestaat. En is, het is allemaal afhankelijk van hoe goed wij ons aan de regels houden. Maar we hebben eigenlijk een heel mooi instrument erbij gekregen. Waarvan ik gehoopt had dat daar in ieder geval heel veel draagvlak voor zou zijn. Omdat dat een heel belangrijk instrument is om een piek te voorkomen. En misschien is die iets te weinig onder de aandacht geweest. Dat is namelijk dat als je je ziek voelt, dat je je laat testen. En het vervolg daarop wordt bron- en contactonderzoek gedaan. Dat betekent dat je inzichtelijk hebt binnen welke kring dat virus zich verspreidt. Dat je heel snel die groep kunt benaderen en vragen of ze in quarantaine willen blijven of andere maatregelen willen treffen. CQ ook laten testen. Dan ben je er heel snel bij. En dan kan je ook heel plaatselijk zeggen, we treffen hier maatregelen, maar daar hoeft niet de hele gemeente of de hele regio mee getroffen te worden. Maar nou las ik laatst in de enquête dat slechts 28% van de bevolking bereid is om zich te laten testen als ze symptomen hebben. Dan gaat dat ons niet helpen als een soort van dam tegen aankomend water. Gaat ons dat niet helpen, het feit dat we testfaciliteiten hebben en bron- en contactonderzoek kunnen doen. Dus, en we worden er losjes in. Dat zie ik gewoon gebeuren. Op straat, in de horeca. We hebben ook te lang onze vrienden en familieleden niet kunnen knuffelen. Dus die neiging bestaat. Ik hoop dat mensen zich zoveel mogelijk aan de regels houden. Maar omdat je toch dit ook ziet, en ook verzet zelfs tegen de 1,5 meter regel. Is het uiterst belangrijk dat mensen massaal bereid zijn om zich te laten testen als ze symptomen hebben. Ja. Omdat je dan het in de kiem kunt smoren. Ja, dus niet inderdaad, inderdaad dat je voordat het uitkomt. Want die 1,5 meter maatregel, heel veel mensen zeggen dat is sowieso misschien niet zo heel gek om die vol te houden. En ook misschien iets meer afstand. In Japan geven ze elkaar ook geen hand. Misschien is dat helemaal niet zo gek, zolang er nog niks is, om dat gewoon vol te houden. Ja, dat is natuurlijk ook het uitgangspunt van het kabinet. Ja. En eigenlijk is het zo, vermijd drukte, doe die 1,5 meter. Dat is bijna ongeveer nu wat overgebleven is van de regels. En daar waar het niet meer kan, die 1,5 meter, denk aan het openbaar vervoer, denk aan met elkaar in een auto zitten, dan moet je een mondkapje opdoen. Nou, volgens mij hebben we dan echt heel veel van onze vrijheden teruggekregen. Ja. Waar sommige mensen zich ook zorgen over maken. Maar doe dat dan ook, alsjeblieft. Maar wat zie jij daarvan in Heemstede? Ik was gisteren in Amsterdam en ik zag het wat minder. Nou ja, ik heb een bootje liggen in Amsterdam. Ik had het al over de bankjes, maar die boot ligt daar. En als je daar vaart, dan zie je mensen heel gezellig op de kade met een wijntje en een kaasje. En ja, taferelen die je in Amsterdam wel vaker ziet. Maar wel heel dicht op elkaar. Je ziet ook hele bijzondere gezinssamenstellingen aan boord. Waarvan ik denk, En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld ook met bootjes, als je geen huishouder bent, misschien kan je ook wel met meerdere op een bootje. Maar doe dan ook een mondkapje op. Ja. Maar als we ons echt helemaal zo loslaten, dan is het straks niet meer te houden. Dan is de hoeveelheid besmettingshaarden worden dan te veel. Dat is exact wat premier Rutte en dan dus komt zegt. Dan komt er een tweede piek. En dat wens ik niemand, persoonlijk niet. Want er zijn ook natuurlijk steeds meer berichten van mensen die corona hebben gehad, die niet opeens beter zijn, die echt serieus moeten revalideren. Ik ben daar echt van geschrokken dat ook nog een gevolg kon zijn. Maar tegelijkertijd, dan gaat de economie dus ook weer op slot. Ja. Willen we echt, dan zijn we heel erg goed bezig geweest om onze ondernemers te steunen in de coronatijd. En dan nemen we toch het risico dat er nog een keer een lockdown komt. Ja, ik hoop echt van niet. Ja. Dus jij wil echt alle Heemstedenaren en eigenlijk waarschijnlijk iedereen op het hart trekken. Ja. Ja, doe dat. Die 1,5 meter en gewoon de maatregelen. Het is allemaal al zo vrij. Hou dan die laatste nog even in acht. En maak het ook wat lichter voor jezelf. Ja. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk elke keer die regels herhalen. Maar die creativiteit waar jij het eerder over had, die komt ook boven. Ja. En laten we dan bedenken wat het dan toch nog leuk maakt, ondanks die regels. Ja.
Een vraag van Dennis kwam binnen via de website. Wat voor financiële gevolgen heeft de coronacrisis voor Heemstede? Ja, dat is natuurlijk nog niet zo goed te overzien. Er worden natuurlijk wel wat... De voorzieningen die wij nu uitgevoerd hebben voor de Rijksoverheid, daar worden wij natuurlijk gewoon voor vergoed. Dus dat is goed nieuws. Maar je kunt verwachten dat er meer mensen in de bijstand terechtkomen. Meer mensen schuldhulpverlening nodig hebben. Misschien ook een aantal meer mensen geestelijke ondersteuning nodig hebben. Dat dit toch als periode ook best een impact heeft gehad. Ondernemers, winkelstraten die misschien wat leeg worden. Dan moet je toch ook weer stimuleren dat de economie ook daar op zo'n winkelstraat weer op gang komt. Maar daar hebben we ook iets op verzonnen. Ik heb vorige week in de gemeenteraad gesproken over het maken van een impactanalyse. Zodat we veel beter zicht hebben op wat er op ons afkomt. Ook omdat in het najaar natuurlijk altijd een begroting van een gemeente wordt vastgesteld. Dan moet je wel keuzes gaan maken. Moet je wel weten waar de klappen gaan vallen. En we hebben in Kennemerland met elkaar gezegd dat we die impactanalyse samen gaan doen. En dan moet je denken aan alle sectoren. Dan ga je ook informatie verzamelen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, van het NVM. Wat doet het met de huizenmarkt? Van de KVK voor de faillissementen. Dus je gaat echt heel breed informatie ophalen. Zodat je iets beter kan inschatten wat komt er op ons af. En dat is de negatieve kant. Ja. De positieve kant zou ik ook willen zeggen. Er zijn heel veel minder mensen de straat op gegaan, de auto ingegaan. Het was, als ik dan de straat op moest, dan was het een pretje om te rijden. Ja. Nooit file. Er zijn veel meer mensen op de fiets. Misschien heeft dat onze gezondheid is dat ten goede gekomen, weet ik niet. Ik denk dat we ook thuis misschien iets meer gegeten hebben dan anders. Maar we hebben bewezen dat we digitaal kunnen vergaderen. Misschien moeten we dan nadenken over het uitrollen van glasvezel. En zo zijn er ook kansen uit die coronatijd. Waar je moet denken van als je dan kijkt naar de wereld na corona. Willen we dan precies dezelfde wereld als we hadden? Of pakken we een aantal kansen die we nu gezien hebben die kunnen? Of die positieve effecten heeft en pakken we die ook mee naar de toekomst. Want je noemde al thuisonderwijs. Is echt nog wel heel goed gegaan. Maar ook thuiswerken. Ik bedoel, heel veel bedrijven waarbij het altijd no-go was. Voor werkende moeders was het best wel fijn om te zien. Ik ben best net zo productief. Ja. Hangt misschien ook een beetje van de leeftijd van de kinderen af. Zeker. Maar ook andere factoren. Als je normaliter alles, iedereen tussen 8 en 9 zeg maar de deur uitgaat naar het werk. En vanuit één bepaalde wijk moeten al die auto's de wijk uit. Dat vergt wat van je wegcapaciteit. Ja. Als er meerdere mensen kunnen zeggen van mijn vergadering van 9 tot 10 en 10 tot 11 zijn digitaal en ik hoef om 11 uur er pas te zijn. Dan heb je veel meer ruimte op de weg. En kun je misschien in bepaalde wijken ook dingen bouwen die je anders niet kon bouwen als je vastzit aan die 8 tot 9 tijd. Want dan kun je het verkeer niet meer afwikkelen. Zo zijn er best wel een aantal dingen waar je gewoon kansen kunt pakken, denk ik. Ja, er komt Beatrice die stelde nog een vraag. Wat doet Heemstede voor mantelzorgers en mensen met een beperking nu in tijden van corona? Nogmaals, het is wel allemaal versoepeld, dus er is veel meer mogelijk. Maar die hebben het ook goed zwaar gehad. Die hebben het zeker goed zwaar gehad. En we hebben met heel veel individuen in Heemstede 1-op-1 contact gehouden. Zowel senioren, andere kwetsbare groepen die bij ons bekend waren, maar ook de mantelzorgers zijn bij ons bekend. Dus daar hebben we ook outreachend contact mee gehad. We kunnen misschien niet iedereen bereiken daarin. Maar daar zijn we ons heel erg bewust van geweest. En ook onze partners, partners als wij Heemstede, partners in de zorgsector. Allemaal krachten gebundeld om te zorgen dat die kwetsbare groepen ook goed ons wisten te vinden als ze iets nodig hadden. Maar ook gewoon af en toe een blijk te geven van we denken aan je. Ja, er komt een vraag binnen van Jan Vrolijk. Die heeft helemaal niets met corona te maken, maar wel met hetgeen nu heel erg speelt, zowel nationaal als internationaal. Wat vindt onze burgemeester van de discussie over de slavernij? Moeten wij na 400 jaar ons excuus aanbieden? En dan heb je natuurlijk ook alle straten. Volgens mij Halsema die wil
inderdaad de ook Koentunnel. De Koentunnel. Ja, jij hebt het ook vandaag in het nieuws gelezen. Mensen trekken twijfel. Een hoorn is natuurlijk heel veel te doen geweest om het standbeeld. Jan Vrolijk is heel benieuwd wat jij vindt. Ik vind het eerlijk gezegd een hele moeilijke discussie. Want ik snap de gevoeligheid. Die gevoeligheid is er ook overigens op andere thema's dan alleen racisme en slavernij. Hè? Ja. Er zijn vele andere groepen. Ik kom zo nog even terug op een Facebookbericht daarover. Dus ik snap de gevoeligheid. Ik vind het echter ook belangrijk dat we niet onze geschiedenis uitgummen, omdat we dan het bewustwording verliezen van wat er geweest is en dat we dat niet herhaald willen hebben. Waarom herdenken we elk jaar 4 mei? Daar staan we juist bij stil. Niet dat wij degene waren, althans de gemiddelde Nederlander, die daaraan bijgedragen heeft. Maar daar staan we juist bij stil om niet te vergeten dat dat niet meer mag gebeuren. Ja. En een aantal van deze personen die genoemd worden, die afgebeeld zijn of een straatnaam hebben, hebben ook hele goede dingen gedaan. Dus dat maakt het ook ingewikkeld om te zeggen, ga je iemand alleen beoordelen op wat hij fout gedaan heeft of ook de goede dingen? Ik weet het oprecht niet. Ik denk dat het belangrijkste is dat we daar met elkaar in eerste instantie echt het gesprek over hebben. Zonder dat het escaleert ook, want dat is wat er nu helaas zoveel gebeurt. Nou ja, en dat vind ik dus echt jammer. Dus in die zin toch dat Facebook-bericht even aanhalend. De precieze tekst heb ik niet voor me. Maar dat ging over allerlei groepen in de samenleving die zich gediscrimineerd of anders behandeld zouden kunnen voelen. En desondanks uit al die groepen ook mensen zijn opgestaan in de samenleving die er wat van gemaakt hebben. En die wel degelijk een positie in de samenleving hebben. En ook dus kansen hebben gehad. En ik hoop juist aan die positieve kant te komen. Van wat kunnen we dan voor elkaar doen? Want eigenlijk kan iedereen zich onheus bejegend, gediscrimineerd of racistisch bejegend voelen. Dat kan. Zelfs ik, hè, want ik heb een vriendin. Dus ik behoor ook nog eens toch een doelgroep die soms ook wat kwetsbaar overkomt. Maar als we zo gaan praten met elkaar, dan zitten we scheidingen te maken in de samenleving. In plaats van dat we met elkaar zijn, iedereen mag er zijn. En hoe kan ik jou helpen en wat kan jij voor mij betekenen? Dus het belangrijkste is gewoon het gesprek aangaan. Het gesprek. En ook respect voor elkaar, misschien op een bepaalde manier. Ja. En dan hopen dat dat gesprek in niet gepolariseerde omstandigheden kan plaatsvinden. Want anders gaat niemand luisteren. Dan heb je er eigenlijk geen gesprek. Dat is soms sowieso wel het probleem ook. Hè? Want vorige week donderdag, dat sluit hier denk ik mooi op aan, werd in de Haarlemse gemeenteraad een motie van GroenLinks, gesteund door de actiepartij, met een ruime meerderheid aangenomen om geen Zwarte Pieten meer te verwelkomen in het Haarlemse straatbeeld en dus ook tijdens de intocht. Jij zei mij al eerder, Zwarte Pieten hebben jullie helemaal niet meer. Nee, bij onze intocht niet. Nee, maar in het straatbeeld. Kan je je voorstellen dat ook Heemstede op een gegeven moment zegt, we hebben het al niet tijdens de intocht, misschien moeten we ook maar de MKB en de ondernemers vragen om dat daarin mee te gaan? Nou ja, ook dit is weer een vraagstuk. Enerzijds moet je soms op onderwerpen moet je als overheid lef tonen en vooruitlopen. Je mag hopen dat iedereen ook ruimte krijgt om daar zelf goed over na te denken en daar ook zelf iets in te ondernemen. Dat geldt zelf voor de ondernemers. Op de Jan van Gooijenstraat, dat is een andere winkelstraat in Heemstede, hebben ze Sint op het dak. En bij Sint op het dak zijn nog steeds Zwarte Pieten. Ik voel het wel als mijn rol om dan de goede vragen te stellen, het gesprek aan te gaan. Maar voel ik het ook als mijn rol om dat dan te verbieden? Dan zit je volgens mij, dan ga je om het gesprek heen. Ja. Maar het kan dus zijn bijvoorbeeld in Arnhem, in Utrecht en Nijmegen en dat noem ik er een paar. En dus nu ook Haarlem, die hebben al gezegd gewoon, structureel willen we dat niet meer. Ja. Het kan zomaar zijn, het ripple effect, dat zeker GroenLinks in Heemstede of een andere partij zegt, hey, als dat daar kan. Precies. Kijk, sowieso in het verlengde van deze discussie voel ik het dat het goed is om het gesprek aan te gaan met de ondernemers. Ja. Van je hebt geen Zwarte Piet meer in je winkels, zeg maar. Maar hoe zit het met het aanplakmateriaal wat je hebt in de winkel? Ja. Is dat nog wel een Zwarte Piet of niet? Jan van Gooijen, precies hetzelfde.
En dat rimpeleffect, dat zie je door over alle onderwerpen. Ik begreep dat in Haarlem ook gesproken is over het gefaseerd aanpakken van de jaarwisseling. Ja. En dit jaar dan nog het landelijk verbod, maar toch toewerken naar een algeheel verbod. Heel verstandig ook om daar te kijken van wat kunnen we als regio samen. Want anders ga je net over de grens wel je vuurwerk afsteken. Ja, exact. Maar daar moeten we over met elkaar in gesprek. Maar ook de tegenstanders van de afschaffing van vuurwerk, de voorstanders van vuurwerk dus. Daar moet je ook wel het gesprek mee hebben. Het kan niet zo zijn dat de meerderheid het bepaalt voor de minderheid. Een deel van de politiek is ook oor hebben voor die minderheid. En hoe doe je dat dan? En ga je het gesprek dan aan en wat is dan de oplossing? Ja. We zijn bijna aan het einde. Ja, we hebben nog 5 minuten. Dan zou ik eigenlijk aan jou willen vragen. Het is een hele hectische periode geweest voor alle inwoners, zowel van Heemstede als de omliggende gebieden. Nou, we krijgen dus ook echt heel veel vragen binnen met betrekking tot mensen die zich toch ook echt zorgen maken en toch nog de onrust die jij net zelf ook al zei. Wat zou je tegen de inwoners van Heemstede willen zeggen? Wat zou je hun eigenlijk willen meegeven? Nou, ik zou hun willen zeggen dat kijk, die crisis die duurt nu al een tijdje. Er komt mogelijk wat ruimte om wat meer lokaal maatregelen te treffen in plaats van nationaal. Maar dat vergt dan wel dat we op het moment dat er verschijnselen zijn, dat mensen zich echt laten testen. En dat we binnen Heemstede er echt de schouders onder zetten om maximaal die 1,5 meter te betrachten. Omdat dat een lockdown voorkomt, een tweede lockdown voorkomt. Want de gevolgen daarvan zijn waarschijnlijk voor een heleboel ondernemers dan definitief. Dan houdt het gewoon op. En ik kan me niet voorstellen dat Heemstedenaren die zoveel empathie hebben en betrokkenheid voelen bij de ondernemers in Heemstede, dat ze dat hun ondernemers ook toewensen. En ook elkaar niet willen extra in gevaar willen brengen. Dus ik hoop echt dat ze die 1,5 meter doen. Vermijd de drukte en laat je testen als je ziek bent. En dan kunnen wij maximaal genieten van de vrijheid die we hebben. En verder ben ik gewoon ontzettend trots. En laten we gewoon het ook een beetje leuke dingen gaan verzinnen met elkaar de komende maanden. Op 1,5 meter. Ja. Om het leven ook wat luchtiger te maken. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Een mooie boodschap. Er komt echt op de valreep nog eentje binnen. En ik leg hem toch even aan je voor. Dan doen we het 6 uur journaal gewoon om 6:01. Hè? Sharifa Zayat vraagt: is het een idee om basiszomerscholen op te zetten voor kinderen met een achterstand? Met hulp van de gemeente. Veel van de kinderen hadden het moeilijk om thuis te gaan leren. Dan krijgen ze een soort ondersteuning tijdens de zomer. Zodat ze volgend schooljaar weer mooi op niveau kunnen beginnen. Nou, ik weet dat onze wethouder onderwijs daar heel veel aandacht voor heeft. Ik weet niet of er al hele concrete plannen zijn. Maar dat was natuurlijk wel het risico van digitaal onderwijs. Dat er ook een achterstand zou kunnen ontstaan. En dat moeten we zeker adresseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn wethouder daar genoeg aandacht voor. En die heeft natuurlijk ook contact met de scholen. Ja. Oké, nou dat is een mooi antwoord en ook een mooie afsluiting dat jullie echt op overal bovenop zitten. Met die 1,5 meter natuurlijk erbij. Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, heel erg bedankt voor je tijd. En heel veel succes ook de komende tijd. En inderdaad, wat je zegt, geniet ook maar eventjes. Ja. Dankjewel. Dankjewel.